Ik begrijp dus niet hoe mensen kunnen denken dat de Bijbel en de Koran een openbaring van een God zijn. Ik begrijp ja, het natuurlijk wel, secundair, maar primair als rationeel mens is dat niet begrijpelijk. Waarom? Ja. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, als in de Koran, wordt de slavernij als een normaal aspect van een menselijke samenleving beschouwd. Ja. En wordt dus de slavernij goedgekeurd. Nu, wanneer men weet, en moet daar toch niet zo diepgaande studies over doen, wanneer men weet wat een afschuwelijke gruwel de slavernij in de mensengeschiedenis geweest is, en vooral dan de negerslavernij, die, voor wat de christenen betreft, men er schat 12 miljoen negerslaven die van Afrika zijn overgebracht met schip naar Amerika. Dat is 2 keer zoveel als de nazi's Joden naar de kampen gebracht hebben. Mm. 12 miljoen. Maar als men daarnaast weet dat via de Sahara in ongeveer 8, 9 eeuwen 8 miljoen zwarte slaven naar de Arabische landen gevoerd zijn en via vanuit Zanzibar en omstreken nog eens 8 miljoen via de zee, ja, dat zijn er dus 16 miljoen. Wel, het ene is gebeurd door christenen die zich steunden op de Bijbel en die Bijbel had nooit gezegd dat ze dat niet mochten doen. Het andere is gebeurd door moslims en de Koran had nooit gezegd dat ze dat niet mochten doen. Hoe kan iemand denken dat een God zegt, ik ga nu eens een openbaring maken en zo een belangrijk fenomeen dat door de eeuwen heen ongelooflijke gruwelen heeft tot stand gebracht, en vindt het niet eens nodig om te zeggen, dit mag niet. Dus dit volstaat om te zeggen, dat begrip openbaring voor het Oude Testament, Nieuw Testament ook, Paulus is zeer duidelijk, en de Koran, dit volstaat om te zeggen, kijk, nee, het kan onmogelijk zijn dat een God die ook maar een greintje feeling heeft voor ethiek, ja, niet beseft heeft dat hij dat moest zeggen. Ja, ja. Terwijl iemand als Philo van Alexandrië, die verwijst naar de Esseniërs, Philo van Alexandrië, zeer duidelijk zegt dat slavernij tegen de menselijke natuur is. Ja, dus ja, als Philo het wist, dat is een tijdgenoot van Jezus, hè, als Philo het wist, Philo is in 40 gestorven, een tijdgenoot van Jezus, als Philo het wist, waarom wist Jezus het niet? Waarom wist Paulus het dan niet? Ja. Dus Philo was eigenlijk de openbaring, als ja, ik het ja, zo maar uitdruk. Het evangelie van Philo, ja, begrijp ik.